De knijpen en trekken, toch? Ja, en als het goed is, komt het dan wel uit, maar... Ja. Alberto, toen wij in Alem waren, eerder met Zomer in Gelderland, 2015, toen hadden ze hier heel leuk de koeien beschilderd. En dan blijven we een beetje in het koeienthema, want de opdracht van vandaag is melk zelf met de hand, een koe, en drink een glas melk. Dat lukt jou niet, in 30 minuten. Oké, gaan we. Mijn auto gaat wel af. Wacht, die ga ik eerst stoppen. Nu al paniek. Ah, stop. Meneer, heeft u koeien? Heeft u koeien? Heeft u koeien? Heeft u koeien? Nee, ik heb geen koeien. Kent u iemand die koeien heeft hier in Alem? Daar, voorbij de kerk hier, daar woont een boer. Jan van Oers heet hij. Heeft hij een beetje goede melk? Een beetje goede... Ja, waarschijnlijk wel. Ja, hoor. Wel goede kwaliteit. Ja, tuurlijk. Okay. Hier komt alleen maar goede melk vandaan. Alemse koeienmelk. Oké, dank u wel. Ik ben nu al zijn naam vergeten. Kan ik niet iemand bellen? Koeien, ik ga gewoon even kijken. Ga ik het gewoon googlen. Wat slecht dat ik gewoon Google nodig heb. Zeldzame koeien gewoon in Alem te vinden. Nou, ik ga ze gewoon direct bellen. Hallo, goeiedag Jack. Je spreekt met Alberto van Omroep Gelderland, van het programma Zomer in Gelderland. En ik heb van Angelique de opdracht gekregen om binnen een half uur een koe te melken. Kan dat bij jou? Nee, dat kan. Ik heb wel koeien, maar die geven geen melk. Die geven geen melk? Oh shit, ken je... We hebben geen melkkoeien. Je zou even bij Peter Tonen kunnen proberen. Peter Tonen, melkveehouderij. Ah, kak. Ik ga er gewoon naartoe. Meneer. Ja. Ik hoop heel erg dat u mij kunt helpen. Ik heb de opdracht om binnen een half uur, en daar is nu ongeveer de helft van voorbij, een koe te melken en dat ook op te drinken. Kan ik dat hier? Nee. Echt niet? Nee, ik krijg niet met de hand niet uit. Weet u waar het wel hier kan? We kunnen het hier bij Zonsbeek hier. Dus hier ja, een stuk erop. Terug. Dat is nog de enige die ook nog malen koeien. Oké, poging 2. Ik zag al een koe. Ze hebben in ieder geval koeien. Hallo? 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 Nee. Nee, jullie niet. Ik hoop dat u mijn redder in nood bent. Ja, ik hoop het. Ik heb de opdracht gekregen om binnen een half uur, en daar is nu ongeveer 20 minuten van voorbij, een koe te melken en het op te drinken. Oh ja, maar daar ga ik niet over. De koeien zijn van de buurman. Oh, zou u de buurman kunnen bellen voor mij? Ik ga het hem even bellen. Oh, maar... super. Dan ben ik al heel blij. Oh, dat kan je misschien nog een schaapmelk of zo. Ja, vind ik ook goed hoor. Voor geit. Nee, geit even niet. Oké, schaapmelken. Ik ga even bellen. Ik weet niet of dat goed is. Schaapje, Angelique. Heeft u ooit een koe gemelkt, gemolken? Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Ja, ik dacht misschien dat u dan alvast wat tips en tricks kunt geven. Oh, nou ja, het is wel een knijpende beweging, dat wel. Maar ja. Nee, ik heb nog nooit koeien gemolken. De knijpen en trekken, toch? Ja, en als het goed is, komt het dan wel uit, maar... Ja. Ik dacht, dit is een makkie. En als ik gewoon naar een koe toestap? Nee, dan wens ik je veel succes. Oké. Nee, die zijn je niet gewend, hè? Nou ja, ik sta hier geloof ik voor de tv. Die willen graag een koemelk als dat kan. Hij heeft nog 8 minuten, maar dat gaat nooit lukken natuurlijk. Ja, ik heb wel een pak melk eventueel. Ja, laten we dat maar gewoon doen als noodgreep. We doen een pak melk. Ik ga weer ophangen. We gaan naar de kalfjes. Vindt u dat ik een punt heb verdiend nu? Ja, ik vind dat je heel creatief bent. Wilt u dat even tegen Angelique zeggen in de camera, dat ik een punt... Angelique, hij is heel creatief, want het valt niet mee om overdag met dit warme weer koeien te melken. Dus we hebben gewoon de gewone melk. Angelique, ik denk dat dit een beker is van verlies die ik nu ga drinken. Maar ik ga er wel van genieten. Ik heb dus geen koe gemolken, maar het is dus op dit tijdstip ook niet te doen. Maar ik heb wel een lekker glaasje melk. Punt voor jou, vrees ik. Ja, is dus inderdaad niet gelukt. Je hebt wel melk gedronken, niet uit een glas, maar uit een kopje. En dat was ook niet vers en je hebt het ook niet zelf gedaan. Dus dat is gewoon een puntje voor mij.